ook mooi dat we hier zo bij elkaar zijn om ook de ervaringen te delen. Mensen vanuit dorpsgroepen, de koersgroep, noem maar op. Dat is heel goed. En het is ook van belang dat we ook als lokale overheid op de juiste manier aangehaakt blijven. Daarom is er ook een gesprek gaande tussen enerzijds de koersgroep, leden van de koersgroep, en anderzijds een werkgroep van de gemeenteraad, de raadswerkgroep Onderhoek voor elkaar. Omdat ook de gemeenteraad meer en meer moet zeggen van welke positie moet de lokale democratie hier nou innemen. En wij spreken er ondertussen over dat je eigenlijk meer naartoe moet naar een verbindende democratie. Wat bedoel ik daarmee? Dat allerlei vormen die er zijn, dat we die op elkaar laten aansluiten. We hebben natuurlijk de gemeenteraad als representatieve democratie. Dat is van oudsher zo. Die is er en die blijft er ook. Er is niks mis mee. Maar die moet niet geïsoleerd zijn. En daarom willen wij daarnaast ook meer en meer ruimte creëren voor de maatschappelijke democratie. Dat is eigenlijk zoals we hier ook met elkaar manifesteren, dat er allerlei initiatieven in de samenleving zijn. Mensen die voor hun eigen dorp, hun eigen leefomgeving plannen hebben. Dat noem ik maatschappelijke democratie. En we denken ook naar meer en meer over vormen van digitale democratie. En dat je via de digitale weg polst van hoe denken mensen ergens over. Het koersgroep is een aantal jaar geleden ontstaan naar aanleiding van het bezoek aan de gemeente Peter en Maas. De gemeente waar de participatie in de maatschappij erg op stond voordat het woord uitgevonden was. En daar is de koersgroep opgericht door de burgers uit de gemeente Onderbroek. Met het doel om de boodschap van de participatiemaatschappij in Onderbroek te verspreiden. We willen elkaar uitdagen om de verbinding op te zoeken. Dat is wat wij doen. 10 leden staan erop. Wie doen al mee? Dan gaan we gauw door naar de ambassadeur. Dat is veel leuker. Ook als inwoners van de onderscheiden dorpen. Ook daarvoor geldt dat het goed is dat je niet geïsoleerd je eigen dingetje doet, maar dat je met elkaar uitwisselt waar ben je mee bezig. En hoe kun je elkaar dan versterken in je initiatieven waar je mee doende bent. Nou, dat is ook een beetje het doel van deze avond, dat we met elkaar delen en wisselen waar we zo al mee bezig zijn. Goed, ik zal in kort proberen om iets te vertellen over het dorpsbudget. En zo werd dat dan natuurlijk vanaf 2015-2016 op het loop. Heel, heel kort voor degenen die ons niet kennen, Stichting Klaarboeren Groenlo, Dorpsbudget, sommigen noemen ook wel burgerbegroting. We hebben 2015 echt begonnen met een budget. We hebben daar groepen voor gevonden binnen het loop. Er zijn 3 groepen, dus een ZZP'er Jacob van Boven, dus het Grindhuis en de AGB Verenigingen. Natuurlijk zijn er ook een heleboel beren op de weg zien. Maar samen met Oosterwolde, dat we toen gezegd hebben van jongens, gewoon doorgaan. Doorpakken en doorgaan. En je ziet nou, dat loopt eigenlijk vanzelf. Toen kwam ik samen met Loor de eerste klankbord groen. Zijn we niet trots op, maar het is een feit. En schakelen maar, Johan, ik ga heel snel door. Wat we gedaan hebben, is natuurlijk als eerste klankbord zijn voor de gemeente. De gemeente vertelt ons wat ze van plan zijn. En spiegelen dat een beetje. Nou, daar zijn we heel blij mee. Verder maar. Ja, ik ga heel snel. En een heleboel dingen hebben we al gerealiseerd. En nou ja, je kunt het zien. Nou, we hebben nog wel wat te doen, hè. Want ondanks dat op gemeentebuur in het gemeentehuis gezegd is van openbaar toilet, spoelen we door. Wij houden het er toch even aan vast, nog. We willen een lijst gaan maken van, er zijn heel veel plekken toch nog in wezen waar het gevaarlijk is. En daar willen we samen met Frans Hogeraad een keer naar kijken van, hoe kunnen we dat oplossen. Ja, de klankbordgroep Wezen, die werkt dan voor het hele dorp, maar kan ook niet alles bijbenen. Als je ziet wat Jan en Bredewaard zo net al naar voren bracht. En de koersgroep die heeft al een paar jaar, legt hij de aandacht erop en zegt van ja, je moet eigenlijk in elke wijk, in elke buurt, moet je een groep mensen hebben waar je het overleg mee kan voeren. Mensen die activiteiten doen, de mensen die zorgen voor de contacten in de buurt. Nou, in de Akkers is net een groep tot stand gekomen. Ron van Pietersson gaat Bewonersbedrijf de Akkers. Omdat we denken dat wij als bewonersongedienst van de gemeente
organisatie beter en goedkoper en slimmer, efficiënter en leuker kunnen organiseren. Dat is onze doelstelling. En we hebben zo ideeën met de staat, dit was met de vlagzakken, om te kijken, jongens, wat moet in de vlagzakken gebeuren ten aanzien van naar de gemeente toe, wat kunnen we verbeteren, wat kunnen we bestrijden met z'n allen. En ze hebben 7 sociale en 8 fysieke dingen ondervonden. Bijgehaald, zo hebben we Wijkeraad Noord gevormd en zijn we momenteel een paar jaar mee bezig. Wat doen we allemaal? Nou, de doelstelling was bevorderen en ontwikkelen van het leefmilieu in onze wijk. Nou, dat is logisch. Zo optimaal mogelijk moeten mensen functioneren bij ons in de wijk. Ja, qua leefbaarheid enzovoort enzovoort. Daarna ja, verder een aantal waardes bij de Konijnhof. Verder zijn de putdeksels. Ik heb er geen verstand van, in ieder geval die overloop, dat het water uit de grond komt. Julianenpark Wezep zie ik altijd meteen vraagtekens ontstaan van wat is dat dan? Waar ligt dat dan? Net over het spoor, rechtsaf, daar achter die bomen, daar wonen ook nog een paar mensen. Onder de buurtplan, we bestaan uit 4 personen, zijn in 2014 gestart. Dus bij Marijke Zoutnaam, Agnes de Jong, Eibert de Vries en Gerrit Wessels ondergetekend. Voor de rest slechte trottoirs en onderbroek, slechte belopenheid voor met name de oude mensen. En de vervallen gebouwen, de oude golf van de Rustenburgweg en de oude Atlantis aan de Zuid-Weerstraatweg. De Roonstraat, de buurt hebben we kunnen mobiliseren om het openbaar groen voor eigen rekening te gaan nemen, voor het onderhoud. Onze stichting zet zich in voor alle inwoners van Oosterwolde met als thema's wonen, verkeersveiligheid, cultuur en welzijn. De leefbaarheid van Oosterwolde als centraal vertrekpunt. En dat hebben we door middel gedaan van een enquête dat we hebben gehouden onder de inwoners. En nou, iedereen, kan ik wel zeggen, woont wel met grote tevredenheid in Oosterwolde. Ja, wij zijn van Dorpshof bij Attenbroek. Attenbroek is een kern waar veel is gebeurd en staat te gebeuren. We hebben een afslag kunnen realiseren samen met de gemeente, samen met K3 Delta, die als dus de slipstal doet. En daar is de afslag, dus nu krijgen we ook geen vrachtverkeer meer door Attenbroek door de kern. Daar zijn we ook hartstikke blij mee. Ook kijken naar de vereniging zoals de AID, maar van Velo Boys, die wouden die graag. En daar hebben we ook mee gewerkt dat die een AID konden aanstaan. Kinderen die naar CCC moeten in Zwolle, die gaan vanuit Wezen naar Attenbroek. Die fietsen wel namelijk over de Zuiderzeestraatweg. Dus we zijn bezig ook met de gemeente Hattem om in overleg om dat toch een tarifbaan te krijgen, maar het niet meer zo donker is daar. U ziet het, we staan uit de 3 personen. Zelf, Johan Bouwman en Tony Vossen. Tony Vossen is ook nog aan. En Peter Zomelt, die zit ook bij de vergadering. Om te vragen. Hoe is de taartpunt gelokaliseerd? Nou, je ziet het. Aan de ene kant de spoorlijn, het is mooi in zo'n punt. Richting de Keizersweg geformeerd en vandaar de naam ook taalpunt dus van de Oude Wapenveldseweg en de Stationsweg en alles wat daar tussen zit. En toen kwam er ook uit van de achterpaden dat die heel slecht waren. Deltawoners zeiden van, ja goed, dat is niet, iets niet van ons. Ja, de achterpaden zijn wel van Deltawoners, maar nieuwe speeltoestellen gekomen. Op de zaterdag zijn we daar bezig gegaan en we hebben dus van de gemeente dat geld. Het pakket wat helemaal in elkaar moest gezet worden, kwam dit keer niet uit Zweden, maar uit Finland. Maar dezelfde beschrijving zat erbij met zoveel aardoringetjes, zoveel aardenboertjes en dat is allemaal, je ziet een schommel, een wiplap en een glijbaan. We hebben ook van de gemeente weer een aantal en je ziet daar dat de mensen heel druk bezig zijn in de sporen om dat allemaal te poten en te onderhouden. Dit is de officiële opening. Ja, dus. Gaat mij de echt. Ik heb weer gelacht. Kijk, hallo Elisabeth Vos van de Weg. Dat is in ieder geval gelukt. En op die manier hopen wij een middel gevonden te hebben om vrijwilligers en vrijwillige organisaties van welke kant dan ook, of je nou klankbordgroep bent, of je bent sportvereniging, of je bent bibliotheek, om er maar 3 te noemen, daar kan dat. Nou,